Henry Bontebal is de man die het noodlijdende CDA er weer bovenop moet helpen, maar hij is niet bepaald een sprankelende persoonlijkheid. Inhoudelijk blijft hij vooral hangen in algemeenheden, zoals samen verder, sterke gemeenschappen en duurzame toekomst. Daarom werd hij maandag ook flink afgekat aan de talkshowtafel van Op 1. Lullig genoeg voor Henry ging het in de maandagse op één vooral over het nieuws dat oud CDA-prominent Pieter Ontzicht nu een eigen partij begint. Na het succes van Caroline van der Plas wordt het nu wel heel moeilijk voor Bontebal om nog een stemmentrekker te gaan worden. En dan moet je ook nog 40 minuten over Ontzicht meepraten op TV. Onhandig, vindt René van der Gijp. Ja, maar Johan, snap jij nou niet? Die man heeft voorlichters en mensen om hem heen lopen. Het is toch ongelooflijk dat die man bij op 1 gaat zitten waarbij het de eerste 40 minuten over ontzicht gaat. Dat is toch ook lekker? Die stond al 3 tot 0 achter, legt hij uit in vandaag een site. René zou op 1 hebben afgezegd. Stel je nou voor dat ik voor ons programma naar op 1 moet om het te promoten, en dan gebeurt dat met Pierre van Hoydonk. Nou, dan bel ik af. Dan zeg ik, ik kom even niet, want dan gaan we dadelijk 40 minuten over studiovoetbal zitten praten. Het ging de eerste 40 minuten over ontzicht. Wilfred genee daarop, en toen moest hij uiteindelijk ook nog uitleggen wat het verschil tussen hem en ontzicht was en daar kwam hij helemaal niet uit. Dat maakte het wel een beetje onhandig. Johan Derksen vindt die hele bonte bal niks. Zelfs voor op één was de man saai. Tafelgast Euskan Akjol, jullie zijn wel allebei heel streng op die bonte bal. René, nee hoor, ik zei alleen dat hij gisteren beter niet daar had kunnen gaan zitten. Euskan, hij heeft niet de beste uitstraling, maar ik heb hem nog niet rare dingen horen zeggen. Johan, nee, maar ik heb hem ook geen argumenten horen aanvoeren waarop mensen beslissen: we gaan CDA stemmen voor deze meneer. Dertig jaar geleden had het CDA dezelfde argumenten. Het CDA is kansloos, al dus Johan. Ze hebben zichzelf in de voet geschoten door Ontzicht weg te pesten en anders waren ze de grootste partij geweest. Nu zijn ze een splinterpartij en daar kan hij niks aan veranderen. Eus kan, wat ik wel een beetje moeilijk vind. Kijk, in deze tijd en ook aan deze tafel moet iemand een heel goede uitstraling hebben, getapt zijn en charismatisch, en dan mag je meedoen. Als je dan niet goed eruit ziet, zoals die Henry Bontebal. Johan, ja, dan sta je met 1 tot 0 achter, maar als je het boegbeeld bent, dan helpt een leuke media-uitstraling echt, want daar kiezen mensen voor.